Vandaag was het een veiligheidsdag. En kennis gemaakt met een aantal manieren hoe we de veiligheid op de werf eigenlijk kunnen verbeteren. Nu momenteel wordt dat ieder jaar georganiseerd. Blijft altijd wel iets van plakken en we steken er altijd iets van op. En ik hoor van heel veel mensen dat dat heel positief ontvangen wordt. En dat is juist het idee dat erachter steekt ook met die veiligheidsdag. Dat we die mensen meer een veiligheidsbewustzijn creëren. Dat we eigenlijk als preventieadviseur moeten zeggen van Ela, je bent eigenlijk verkeerd bezig. Omdat die collega dat tegen die man zegt van zeg, eigenlijk ben je hier wel gevaarlijk bezig. We hebben een paar partijen aangeschreven. Kijk, wij willen een veiligheidsdag doen. Dit is het idee erachter. Nee, één keer hetzelfde setje van een half uur. Wat bieden jullie aan? En voor ons kwam Securitas als de beste partij eruit. Securitas sinds 2015 zet meer en meer in op niet alleen op security, maar meer complete oplossingen. En ja, veiligheid, safety maakt daar zeker ook deel van uit. We hebben daar een groot aanbod aan opleidingen. Wij doen daar andere zaken zoals consultingopdrachten en dergelijke. Dus de safety en de veiligheid wordt echt wel een deel van Securitas. Ik ben Bruno Cornelis. Ik ben momenteel werkzaam op het crisiscentrum van Binnenlandse Zaken. Ik ben sinds 1999 bij de brandweer. En nu werk ik als consultant voor Securitas. Ik ben Tom. Ik werk sinds 8 jaar, bijna 9 jaar, voor Securitas. Ik heb eerst als brandweerman gediend op de Europese Raad. Ik doe nu alles wat ik heel graag doe. Dat is met mensen bezig zijn, dat is brandjes blussen. Nu weet ik ook wat ik thuis moet doen als de frietketel in brand staat. Ja, dus brand, klantgerichtheid, stellingbouw, ergonomie, stofontwikkeling, verkeer, gordeldracht en zo, het belang van gordeldracht. Topics waar de mensen toch bijna dagelijks mee bezig zijn, dat die toch een opleiding daarover hebben gehad, een sessietje van een half uur. Als Securitas proberen wij vooral de klant gaan te ontzorgen. Doordat we een heel breed gamma hebben in veiligheidsopleidingen, gaande van kleine blusmiddelen, evacuatie, EHBO, partnerships met rond verkeersveiligheid. We hebben nu ook tuimelwagen en dergelijke dat we kunnen aanbieden. En ze kunnen eigenlijk bij ene provider terecht, terwijl ze ander bij 5, 6 providers moeten gaan lopen. Dus het ontzorgen van de klant staat centraal. Het is een investering, maar het is een goede investering. Uiteindelijk zet je minder geld kwijt door mensen die 100% kunnen werken dan er de 5 of 6 wegvallen wegens een arbeidsongeval. Dus als we dat nog een paar jaar doen, weet iedereen dat zo.